Goedemorgen. Goedemorgen, welkom terug bij Aan de Keukentafel vanuit de kookstudio in Zutphen. Ja, vanuit kookstudio 07 uit het Schult en Huus in Zutphen zit aan mijn rechterhand Rob van Steen van de Hanshof, directeur. En Simon Schuurman, hij is dierenarts. En wie heb jij aan jouw kant? Ja, Niek Meeges, die gaat vertellen wat de actualiteiten waren afgelopen week. En Paul van Schaik weet alles over wake-up lights en luchtbevochtiging. En Diana Polder, die vertelt hoe we onze kerststress kunnen voorkomen. En Nathalie Pot, die vertelt hoe we een leuk kerstkapsel kunnen maken met lang haar. Maar we gaan natuurlijk ook koken vandaag en dat doen we met Paul Scholten. En dan is de vraag... Wat eten we vandaag? Ja, Paul, ik ruik hier alweer heerlijk op de vroege ochtend. Wat ga je maken? We doen het eens anders. Twee soepen. En de gemiddelde Nederlandse huisman zal groentesoep en tomatensoep in zijn reservoir, in zijn kennis hebben. We doen het eens anders. Voor de kerst is het ook eens een keer leuk om bijvoorbeeld in combinatie met wild een keer een heel andere soep te maken. We maken een wat vreemde soep. Voor veel mensen maken we zuurkoolsoep vandaag. En we maken pompoensoep. Pompoensoep die is bereid met sinaasappelsap en bouillon. En de zuurkoolsoep bevat melk, room, bouillon, zuurkool en een uitje. Zijn het recepten die makkelijk te maken zijn? Ja, als ik het kan, dan is het sowieso eenvoudig. Maar nee, dat zijn allemaal dingen die vrij gemakkelijk te maken zijn en die ook heel erg fijn zijn voor een kerstdiner, omdat je ze van tevoren klaar kunt zetten. Oké, maar die zuurkoolsoep die ziet er wel heel machtig uit. Is dat niet meer een maaltijdsoep? Nee, want je maakt een dergelijke soep is een voorgerechtje in een diner dat geserveerd wordt in bijvoorbeeld dit hele kleine bordje. En gaat de zuurkool dan ook mee? Of is het puur de bouillon zeg maar, die je dan opeet? Nee, we laten alles nu gaar koken. We doen er een aardappeltje bij voor de binding, de natuurlijke binding. Dan hoef je niet te werken met bloem of allesbinder of dat soort zaken. En daarna gaan we met de staafmixer het geheel tot een prachtige mooie gladde klarij maken. En dan is het een heerlijk soepje. Oké, nou goed, ik wens je veel succes. Ik kom zo dadelijk bij je terug. Ja. En ik wil natuurlijk wel weer even proeven straks. Ja, dat komt helemaal goed. Oké, dan gaan we verder met het nieuws met Niek. Ja, Niek, goedemorgen. We hebben drie onderwerpen in het eerste blokje. Laten we beginnen met Henny van der Most. Ja. Weer in het nieuws. Ja, nou ja, we hebben het enkele weken geleden over Henny van der Most gehad. Hè. De bekende ondernemer die tegenwoordig in Gossel woont. En hij was van plan om een mega tuinfeest in zijn achtertuin te organiseren. Nou, hij heeft hier een enorme achtertuin, dus dat kan ook wel. Maar goed, de buurt was er niet blij mee in Gossel. En die gingen in het verweer. En nou, ze hebben succes gehad, want ze hebben de gemeente gewezen op het feit dat die tuin in een beschermd natuurgebied ligt. En nou ja, dan is het misschien niet zo verstandig om daar met monster trucs en live muziek te gaan werken. En nou, in eerste instantie dacht Van der Most van nou, dat omzeil ik wel, ik ga die vergunning gewoon binnenhalen. Maar nu heeft het evenementenbureau dat het organiseert toch gedacht van nou, het is verstandig als we dit jaar maar niet gaan doen. En we gaan uitwijken naar Zwolle, want daar heeft hij ook een horecagelegenheid, ja, de Koperen Hoogte. Ja. Dus daar gaat het megatuinfeest volgend jaar plaatsvinden. Ja, en iedereen gelukkig, neem ik aan. Nou ja, in Gossel zijn ze in eerste instantie wel gelukkig, maar heeft het evenementenbureau aangegeven, het is niet uitgesloten dat in de toekomst het megatuinfeest wel in Gossel gaat plaatsvinden. Dus ze zijn nog niet van het megatuinfeest af daar. Nou ben ik benieuwd of er nou eerst al eens een bezwaar komt en dan pas de aanvraag. Dat zou leuk zijn natuurlijk. Ja. Dat zou ook een keer kunnen omdraaien. Precies, nou, dat moeten we afwachten, ja. Laten we gaan naar het tweede, waar we mee te maken hebben de afgelopen dagen. Veel sneeuw, ijzel, gladheid. Ja, klopt. Ja, het is spekglad op de wegen deze dagen. Nu ook weer, vanochtend toen ik hier naartoe kwam, heb ik het weer gemerkt. En dat leidt tot grote problemen bij de gemeente. Want we hebben vorig jaar natuurlijk een hele strenge winter gehad met veel ijs en sneeuw. Er moest veel gestrooid worden. En nou ja, in de loop van de winter ontstond er dus al een strooizouttekort. Mm-hmm. Nou, de gemeenten hebben daarvan geleerd, zou je denken. Maar ze hebben dus wel wat breder ingekocht dit jaar. Maar het blijkt dat nu door de sneeuwdagen die we hebben gehad, de zoutvoorraad alweer groot grotendeels op zijn. En nou, enkele gemeenten die moeten dus alweer het over een andere boeg gaan gooien. Hè. Zoals in Bronckhorst, de gemeente Bronckhorst, daar moeten ze alweer wat creatiever gaan strooien. Alleen hoofdwegen. En in Deventer is het zelfs zo dat enkele hoofdwegen die normaal wel gestrooid worden, al niet eens meer gestrooid kunnen worden. Omdat daar echt bijna de hele voorraad al op is. Ja, het is natuurlijk. Maar mensen worden ook gelijk boos. Hè. Je bent een bepaalde boosheid. Ja, het is echt onvoorstelbaar. Ik heb het zelf gemerkt op de krant vorige week. Ik kreeg een telefoontje van een boze lezeres die zegt van nou, gaan jullie die
gemeente nou eens een keer aanpakken, want het is toch werkelijk van de gekke. Ik glij je uit op mijn eigen stoep en ik voel me niet veilig en pak die gast eens aan. Nou, echt met een boosheid dat ik denk van ja. We wenden het vaak af op een ander natuurlijk. Hè? Ja, waar is de moraal gebleven van veeg je eigen straatje schoon? Precies. Want dat is natuurlijk ook nog mogelijk dat je eigen straat voor een deel zou strooien. In principe zou je natuurlijk je eigen stoep moeten schoonhouden. Dat doet lang niet iedereen. En ik vraag me ook wel eens af, ik heb het van de week ook in een column geschreven, of iedereen die zo boos aan de gemeente belt zijn eigen stoep al heeft geveegd. Ja, we zien wat het de komende weken wordt. Ja. Denk je dat er een witte kerst komt? Nou ja, ik ben geen weersvoorspeller en geen weerkenner. Maar goed, ik hoop het. En het zou zomaar kunnen natuurlijk gezien de afgelopen weken. Ja, want deze winter die levert nog iets anders op. We hebben hoog water aan de IJssel. Ja. En dat is ook weer een nieuwe bron van ergernis natuurlijk. Ja, ja. Ik heb hier een prachtige foto van Ab Hakenboom. Het is een heel mooi gezicht. Jammer genoeg kunnen de mensen niet meer op het bankje zitten. Je mag er bijna niet meer komen. Ja. Maar waar leidt dat toe? Nou ja, goed, in Zutphen heb je een paar keer per jaar hoog water door de IJssel. En eigenlijk is er een heel mooi meetmoment, ook voor ons als pers, om te zeggen van wanneer is nou echt hoog water? Nou, als in Zutphen de Havenstraat, dat is het weggetje onder de IJsselbrug door naar het industrieterrein De Mars. Als de Havenstraat onderloopt, dan kunnen we in Zutphen zeggen, we hebben hoog water. Ja. Nou ja, en als dat straatje dus onderloopt, dan betekent dat het industrieterrein niet meer bereikbaar is vanuit de westelijke kant. En dan loopt de hele stad vol met verkeer. En dan ontstaan er dus meteen files, drukte. En dan krijg je weer de bekende ergernissen. Ja. Ja, maar wat ik nou niet snap is dat als je kijkt ook in de spits, dan gaat die brug nog steeds open. Ja. Ergens tussen, laten we zeggen, tussen 7 en, ja, en 8:30 ja, gaat er dan één schip. En ja, dan moeten al die auto's verwachten. Ja. Daar is toch ook een behoorlijke discussie over volgens mij. Klopt. De gemeente Zutphen is al een tijdje in gesprek met Rijkswaterstaat daarover. De gemeente wil natuurlijk dat die brug zo min mogelijk open gaat. Maar goed, Rijkswaterstaat die heeft ook weer zorg te dragen voor de binnenschippers. En die moeten daar wel gebruik van kunnen maken. Want die scheepvaart moet ook gewoon doorgaan. Want kijk, anders ontstaat er een file aan schepen bij die IJsselbrug. Nou goed, dat is ook niet wenselijk natuurlijk. Nee. Nou, wat verwacht jij hoe lang zo'n hoogwaterstand aanhoudt? Nou, het laatste nieuws is dat de gemeente vanochtend gaat kijken of de havenstraat weer toegankelijk kan worden. Dat betekent dat het water dan gezakt moet zijn. Nou, dat wordt vanochtend bekeken en dan zou het maar zo kunnen dat in de loop van de dag die straat weer open gaat. Dus dan zal het verkeer wat normaliseren hier. Ja. Nou ja, wat belangrijk is natuurlijk dat mensen ook snappen dat ze niet om 15:15 en 16:15, de Zutphenaren weten dat, of de Zutphenezen, ja, want dan is het hoogtepunt. Klopt. Want daar gaat de brug open, want op heel en half gaan de treinen en dan is die over het algemeen is die gewoon gesloten. Klopt, ja. Dus we er makkelijker over. Ja. Ja. Dankjewel, kom zo weer bij je terug. We gaan naar Ingrid, want Ingrid gaat praten met Diana Polder en zij is professional organizer. Ja, het gaat over kerst, daar hadden we het net al eventjes over. Iedereen heeft natuurlijk wel eens last van kerststress. En Diana, die kan ons daar wat meer over vertellen. Want wat is dat nou precies, kerststress? Nou, we hebben gisteren een filmpje opgenomen op de markt in Zutphen. En daar gaan we nu eventjes naar kijken. Nu ruim een week voor kerst. Dat betekent dat voor veel mensen een hele drukke week aanbreekt. Alle kerstboodschappen moeten worden gedaan, de cadeautjes gekocht en de kerstkaarten geschreven. Ik ben hier op de markt in Zutphen. Ik ga de mensen vragen of zij al last hebben van kerststress. Heeft u ook last van kerststress? Kerststress een klein beetje. Nee, absoluut niet. Hoe komt dat? Nou, ik ben gepensioneerd en ik heb daar helemaal geen stress over. Ja. Ja. En hoe uitzicht dat? Nou ja, de dag voor kerst werken en dan zorgen dat je alles in huis hebt. En dan komt de visite en dan net niet alles klaar hebben op het moment als nodig is. Dat ik probeer in elke winkel waar ik wat wil kopen 1 keer te komen. Maar dat ik er uiteindelijk in elke winkel wel 3 of 4 keer terecht kom. En hoe gaat u daarmee om? Ja, rustig blijven. En als het niet lukt, ja, jammer dan. Volgend jaar beter. Okay. Het is voor de kerst drukker en na de kerst is het gewoon een stukje rustiger. Ja. Dus na 2 weken is het omzet zeg maar hetzelfde. Okay. Alleen je bent voor de tijd ben je wat drukker mee bezig. Dat is het enige. Ja. Kerst is een feest voor iedereen. Dus, en gezellig moet het zijn. Ja. Heeft u alle kerstboodschappen al in huis? Nee, nog niets. Gaat u dat zelf doen? Altijd, samen met mijn vrouw, ja. Oh, ja. En wanneer gaat u dat doen?
Ik denk het weekend wat, zaterdag dus, en dan, want zondag is er ook een heleboel open. Ja. En dan het verse, dat halen we altijd zo'n beetje op donderdag, als dat een beetje uitkomt. En de kerstkaart, heeft u die al verstuurd? Die heb ik al verstuurd, ja. Dus dat is ook dat doe ik gedaan. Gelijk naar de Sint. Oké. Okay. Is dat weg. Ja. En heeft u ook kerstcadeautjes die u moet aanschaffen? Uiteraard, ja, ja. Voor de kinderen, de kleinkinderen. Ja. Ja. En wanneer gaat u die aanschaffen? Dat is volgende week. Oké. Okay. Ja. U ruimschoots de tijd, als ik het zo hoor. We nemen ruim de tijd, ja. Ja. Zeker. Okay. Nou, dank u wel. Graag gedaan. Een fijne feestdag. Ja, hetzelfde. Ja, Diana, hoe komt het nou dat mensen last hebben van stress met de kerst? Nou, het komt vooral doordat mensen hele hoge verwachtingen hebben ten aanzien van zichzelf. En ook natuurlijk dat ze denken dat vanuit anderen ook heel hoge verwachtingen zijn naar hun toe. En natuurlijk is het zo dat je hebt eigenlijk een ongeschreven protocol tijdens de kerstdagen. Dat veel mensen denken van ja, zo hoort het. Maar hoe wil je het in feite, hè, met kerst? En zijn mannen en vrouwen, hebben die dezelfde stress of is er verschil? Nou, er is wel duidelijk verschil. Vrouwen die hebben toch wel, nou, ik denk dat zo'n 40% van de vrouwen, die hebben last van kerststress. Hoe komt dat? Ik denk dat vrouwen toch de neiging hebben om alles naar zich toe te trekken. Hè. We willen graag alles perfect doen. En het is moeilijk om dan dingen te delegeren. We denken dat als we het dan doen, dat wij het ook alleen het beste kunnen. Dus dat zorgt ervoor dat we de lat vrij hoog leggen. En daarmee, ja, daar zorg je dus voor kerststress. Hoe kom je die kerstdagen nou toch gezellig door? Nou, daar heb ik een aantal tips voor. Het is goed dat je dat vraagt. Natuurlijk om eens goed te plannen. En te kijken vanaf het moment dat het kerstmis is volgende week zaterdag. Dat je dan terug gaat kijken in de tijd van hoeveel tijd heb ik nog. Nou, dat is ruim een week. En dat je nagaat voor jezelf van wat heb ik allemaal nog te doen. Wat moet ik allemaal aan boodschappen doen. Welke cadeaus wil ik nog kopen. Dat je dan gaat terugrekenen en kijkt van wanneer ga ik dat dan inplannen. Dat je ook rekening houdt met het feit dat de komende dagen ook nog koopavonden zijn. Dus dat je die ruimte ook nog mogelijk hebt als je allebei werkt. Maar dat je dus terug gaat plannen in de tijd. En het in hapklare brokken maakt als het ware voor jezelf. En een andere tip is natuurlijk dat je een to-do-lijstje maakt voor jezelf. Dat je bijvoorbeeld per winkel aangeeft op die lijst wat je allemaal aan boodschappen moet doen. Wat ook handig is, is bijvoorbeeld, ik heb een map meegebracht. Dat is ook handig om daar alle zaken in te verzamelen rondom kerst. Dat je voorin bijvoorbeeld alle to-do-lijstjes doet. Dat je tabbladen hebt voor bijvoorbeeld een tabblad voor je recepten die je hebt uit tijdschriften hebt gehaald. Of een tabblad wat ook belangrijk is. Bijvoorbeeld alle bonnetjes die je dan van alle aanschaffen die je doet, dat je die bij elkaar houdt. Want het zal ongetwijfeld ook zo zijn dat je iets moet gaan ruilen na de kerst. Dus dat je het allemaal bij elkaar houdt en daarmee hou je ook het overzicht over zo'n hele drukke week als het ware. Ja. Nou, handige tips. Ik denk dat we dadelijk gaan we nog even hebben over de aanschaf van kerstkaarten, cadeautjes en natuurlijk alle ingrediënten voor het kerstdiner. Maar we gaan eerst nog eventjes terug naar de keukentafel. Ja, de een heeft last van kerststress, de ander heeft last van bezuinigingsstress. En degene die last heeft van een enorme bezuinigingsstress, dat is Rob van Steen. Toch, Rob? Of niet? Nou ja, ik sta daar gelukkig niet alleen in die bezuinigingsstress. Ik blader net door de krant en ik zie dat het langzaam doordringt, die effecten van de bezuiniging, dat mensen doorkrijgen waar het over gaat. Gisteravond was in de raad was een hele discussie over die bezuinigingen en dan blijkt het toch nog een soort cijferspelletje te zijn van goh, waar zullen we het eens neerleggen? En de bezuiniging voor cultuur is in Zutphen aangekomen toch wel vrij fors. 1,3 miljoen stelde het college van BMW voor. Dat ging veel verder eigenlijk dan de coalitiepartijen die daar aan tafel zaten. Dat is zo'n 11% van het totale bedrag wat in Zutphen jaarlijks bezuinigd moet worden. Terwijl die kunst- en cultuursector eigenlijk maar 3,5% van de totale begroting uitmaakt. Dus dat is een vrij forse bedrag. En om dat te doen moet je ook hele rare dingen doen. Je moet een bibliotheek sluiten. Je moet een van de musea sluiten. Ophouden met een filmtheater. De helft van de voorstellingen tonen. Allemaal dat soort oplossingen gaan dan over de tafel. Verschraling. En dat zal verschaling opleiden. En dus zie je dat bijvoorbeeld de vrienden van de musea, je leest dat vandaag ook in de Stentor, die krijgen er langs in de gaten van dat zou toch wel heel wat wezen als het Henriette Polak nou verdwijnt. Dus die overwegen dan vervolgens om daar tegen in actie te gaan.
Dat zijn instituten, maar ook allerlei kleine ondernemers, hè, de ZZP'ers. Die worden door, om te beginnen al getroffen bij 1 januari, omdat de BTW omhoog gaat. En die stonden gisteren aan het station verkleed als Scrooge, omdat ze aan de bedelstaf waren geraakt. Ja, dat is, staat hier in de krant, geloof ik. Ja, je ziet daar een leuke foto op de voorkant. Waarbij ze laten zien dat ook zij worden getroffen. Omdat het erg lastig is om kaartjes te verhogen. Zeker voor kleine dingen. Hè. Zo'n Siert van den Berg die bijvoorbeeld vanaf poppentheater. Het poppentheater volgende week weer voorstellingen gaat geven. Die zal die kaartjes dan omhoog moeten doen. En voor gezinnen is dat dan toch wel weer een aanslag. Ja, want gisteravond was er een openbare repetitie bij jou. Ja, dat is een hele andere orde. Ja. Het is bijna kerst. En in de tijden van kerst vinden we in de theaters de notenkraken. We hebben daar inderdaad een beeld van. Ik weet niet of ik wilde zeggen, stel je voor dat je waarschijnlijk krijgt, krijg je nou ook niet meer dit soort openbare repetities. Worden de repetities dan als een soort voorstelling? Ja, de openbare repetitie is een cadeautje eigenlijk aan het publiek. Want waar de kosten in zitten is natuurlijk dat hele gezelschap. Waar we het nu over hebben is een gezelschap uit Tatarstan. Een orkest. In de orkestbak 50 muzici, dansers op het toneel, 30 mensen, nog wat mensen achter het toneel. Dus dat zijn 100 artiesten die op één avond op tafel, op tafel komen, op het podium komen. Ja. En daar kan natuurlijk niet meer uit op een gegeven moment. Dat is heel kostbaar. Ik snap het. Laten we even een klein stukje gaan kijken. We gaan kijken naar de openbare repetitie van gisteravond in de Hanshof. Oké, ik heb weinig zin dan. Oké. Ja, dit is een hoeveel bezoekers trekt zo'n openbare repetitie? Ik weet het niet precies. Ik was onderweg naar het gemeentehuis. Maar ik geloof dat er een kwart of zo van het publiek wat 's avonds in de zaal zat. Dus dat zijn 100, 150 mensen. Ja, ook bij die repetitie al kwamen kijken. En dat kan ook omdat ze ook bij ons kunnen komen eten vervolgens. Dus dan ben je een hele tijd van huis. Ja. En dat hoort er dan allemaal bij. Oké. Okay. Nou, we gaan nu naar een volgend fragment. Dat is van echt een enorme kaartentrekker, Jochem Meijer. Ja. Heeft een Zutphens verleden, is hier geworteld geweest, zeg maar. Ja. Woont nu in Leiden, als ik het goed begrepen heb. Zutphen heeft iets met Jochem, hè? En Jochem met Zutphen. Nou ja, die jongen is natuurlijk hier groot geworden. En je zag het de vorige keer dat hij hier was, 2 jaar geleden. Toen ging hij ook terug naar de school waar hij op geweest is. En dat leidde tot enorme ophef. En dat is erg leuk. Ja, dat is een hele goede school. Ik heb er zelf ook op gezeten. Daar komen de beste vandaan. Ja, dat is flauw om te zeggen. Maar je hebt een filmpje van hem op YouTube. En dat is een enorme hit. Ja, ik leg even uit wat we doen. Hij heeft een filmpje op internet, dat heet Mijn Dag. Dat doet hij voor de stichting Energy for All. Dat zijn kinderen die een stofwisselingsziekte hebben. Daar wordt onderzoek voor gedaan om dat op te lossen. En hij zamelt daar geld voor in. Hij is ambassadeur. Daarvoor heeft hij dat cd'tje gemaakt. We hebben dat gekoppeld aan de kaartverkopen. Zoals alle theaters probeert ook de Hanshof om nog op de laatste dag van het jaar zoveel mogelijk kaartjes voor dat lage btw-tarief te verkopen. Dat hebben wij gekoppeld aan een actie met Jochem Meijer. Iedereen wil er heel graag naartoe. Dat leidde vorig jaar ook, of het jaar ervoor, tot lange rijen aan de kassa. Mm-hmm. En in dit geval hebben we gezegd van, nou, we mogen nog geen kaartjes verkopen van Jochem, want hij heeft nog geen letter op papier, gaf hij ook naar mij aan. Dat is heel spannend voor hem ook. We zitten natuurlijk nog half jaar, drie kwart jaar voor die voorstelling. Maar we gaan wel een exclusieve intekenlijst maken. Dus iedereen die nog kaartjes koopt, die mag op die lijst en die krijgt straks kaartjes voor Jochem Meijer. Ja, want dat is natuurlijk heel in de theaterwereld überhaupt bijzonder, want vaak wordt de voorstelling al verkocht voordat die helemaal klaar is, toch? Ja, dat klopt. En jij moet ook al wat inkopen, ja. Terwijl je eigenlijk nog helemaal niet weet of dat wel een succes
zal worden of niet, of dat überhaupt klaar komt. Dat klopt, ja. Dus je weet van gerenommeerde artiesten zoals Jochem. Hij heeft het nu een paar keer geflikt, dat kunstje. En hij komt iedere keer tot weer prachtige voorstellingen. En zo is dat ook met de gerenommeerde gezelschap. Ja, onder druk wordt alles vloeibaar. Dus waarschijnlijk dat ook het inkt uit de pen. Ja. Maar belangrijker is, koop jij dan ook alleen maar gerenommeerde artiesten of kunstenaars in? Niet gerenommeerd in die zin dat het allemaal bekend is. Soms koop ik ook dingen in die nog niet zo bekend zijn, die ik dan gezien heb op festivals bijvoorbeeld, of op showcases van impresariaten. En waarvan ik geloof dat het heel goed is. Dan is het nog niet zo gerenommeerd, maar het staat er toch in ons programma. Oké, nou laten we gaan kijken naar een fragment van Jochem Meijer. Dit is mijn dag, heet het geloof ik. Ja, he? Klopt. Ja. En roept de hele dag, yeeha, want vandaag is het mijn dag. Het is mijn dag. Het is mijn dag. Want vandaag kan ik alles, ben ik sterker dan PA. Vandaag ben ik de Guus geluk, vandaag zit alles mee. Want nu heb ik de power. Ja, mijn kinderen liggen helemaal dubbel als het liedje op is. Met name dat repeterende. Ik kan niet eens nadoen. De timing redt het niet hoor. Ja. Ik denk ook niet dat hij dat redt. Dat is denk ik een sampletje. Ja. Oké, we gaan naar het volgende onderwerp. Want wij zijn al flink wakker. Maar als u moeite heeft om wakker te worden, dan schijnt er ook een hulpmiddel te zijn. En dat heet een wake-up light. En daar kan iemand alles over vertellen. Ja, ik sta hier naast Paul. Elke week heb je weer prachtige producten bij je, leuke gadgets. En nu een wake-up light. Vertel, wat is het precies? Ja, wake-up light bestaat natuurlijk al een aantal jaar. Het is 2 jaar geleden is het op de markt gekomen. Dat was een enorm succes. Mensen mochten toen zijn apparaat uitproberen. En als het apparaat niet beviel, kregen ze bij de fabrikant terug. Echter, er was zo weinig respons daarop. Dus het beviel goed bij de mensen. En hebben ze een nieuwe versie van gemaakt die nog meer luminantie geeft. Dus nog meer licht geeft. En met nog meer verschillende geluidjes. Dus je wordt dus op een natuurlijke manier kun je dus gewekt worden. Kan je demonstreren? Ja, ik wil eerst iets meer vertellen daarover. Dus als je, zeg maar, in de zomer word je gewekt door het licht doorlatende van de gordijnen. Ja. He, en dan gaat de zon gaat langzaam op. En dat dit traject duurt ongeveer een half uur. Nou, dat simuleert dit product ook. Dus als je dus wilt wakker worden om 7 uur... dan begint je eigenlijk al om 6:30 een kleine lichtintensiteit te geven. En dat loopt dan op tot, zeg maar, 7 uur. En dan heb je dus de volledige lichtbalans. Ik zal het eventjes laten zien. Ik doe het even in een snelle manier, want we kunnen wel een half uur wachten dat hij op de hoogste intensiteit zit. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want er zijn ook andere sprekers daar nog aan het woord, toch? Ja, ja, ja. Daarbij kun je het combineren met geluidjes, zoals vogelgeluiden of zeegeluiden, waarbij je dus op een hele prettige en fijne manier wakker wordt. Maar word je dan echt wel wakker? Want als ik geen wekker hoor, alleen maar zeegeluiden en vogelen, dan slaap ik lekker verder. Ja, dan wel natuurlijk. Je kunt verschillende dingen doen om het apparaat te negeren. Dus een kussen over je hoofd heen plaatsen in principe. En dan zie je niet het licht, dat klopt. Maar door het licht gaat het door je vel, zeg maar zeggen, heen. En dan worden jouw ogen en je hersenen worden geprikkeld om toch wakker te worden. Dus je wordt op een natuurlijke manier word je wakker. Maar je kunt met deze kun je ook lekker in slaap vallen. Dus ik krijg precies het tegenovergestelde. Dus je begint met een hoge lichtintensiteit tot wanneer het donker wordt. En dan val je op een hele natuurlijke, prettige manier in slaap. Deze uitvoering is ook uit te leveren met een docking station meer. We hebben het de vorige keer ook al over gehad. Deze plaatje is op de machine zelf. Dat is heel makkelijk gemaakt. En dan kun je op je eigen favoriete muziek met je iPod of iPhone kun je dus hier mee opstaan. Het is niet alleen voor op mensen getest, zou ik maar zeggen. Maar ook op dieren getest. Daar hebben we een leuk filmpje van. Ik ben alleen benieuwd of we dat filmpje nu kunnen laten zien. Want het is wel grappig. Mensen kunnen het ook zien op YouTube. Want het is wel grappig. Het is getest op kippen en op hanen, volgens mij. Ah, dan gaan we nou even kijken. Ja, leuk. Ja. Ja.
Leuk filmpje, Paul. Ja, getest op dieren is nooit altijd zo prettig om over te praten. Maar ik vond dit toch wel leuk. Ja. Toch? Je ziet ook dat dat licht naast die haan staat. Is het ook belangrijk dat je het zo dicht naast je bed zet? Nee, je mag ongeveer een meter of twee, drie mag wel van je bed afstand. De intensiteit van het licht, die lumiantie die oploopt tot 400 lux, is wel zodanig intensief dat het niet heel dichtbij je hoeft te plaatsen. Okay, goed. Maar waarschijnlijk een klein kippenhok, waarschijnlijk. Nou, heel erg bedankt. We komen daar nog even bij terug voor luchtbevochtiging. Ja. En in de tussentijd gaan we terug naar de keukentafel. En we gaan even terug naar het nieuwsblokje met Niek. Ja. Niek, er was een relletje in de gemeente Berkelland. Ja, klopt. Ja, Rob van der Hanshof had het net al over bezuinigingen. Gemeenten moeten allemaal flink bezuinigen als gevolg van de crisis. En de gemeente Berkelland in de Achterhoek is een van die gemeenten waar echt fors bezuinigd moet worden. En nou ja, goed, dan kun je je voorstellen dan... Er zijn alle discussies in de gemeente gaan over die bezuinigingen. De bibliotheek krijgt fors minder geld, een muziekschool moet sluiten. Kortom, allerlei vervelende ingrepen. En wat gebeurt er nu? Die gemeente Berkelland, dat is een fusiegemeente, bestaande uit vier voormalige gemeenten. En dan moet natuurlijk een nieuw gemeentehuis komen. En er zijn architecten bezig en die hebben bedacht van nou, we gaan een nieuwe raadzaal maken. En er moeten ook nieuwe stoelen komen, nieuw meubilair. En daar kwam de politiek onlangs achter aan welk prijskaartje aan dat meubilair hing. En die schrokken zich een hoedje. Ja, ik heb een plaatje gevonden van zowel de raadzaal als ook van het designstoel waar dat over gaat. En dat zien we hier. We zien aan de linkerkant zien we echt een soort van jaren 70 stoel. Of wat is het, jaren 80 stoel. Ja. En aan de rechterkant zien we de designstoel. Ja. En die designstoel schijnt €1750 te kosten. Nee, iets duurder nog. Tegen de €2500 aan. Per stoel? Per stoel. Ja. Dat is maar dat is waarschijnlijk toch ook al jaren geleden besloten dan? Nou ja, kijk, de architecten hebben gewoon een ontwerp gemaakt. En daarin hebben ze gekeken van nou, hoe moet die raadzaal eruit komen te zien. En daar hebben ze deze stoelen bij bedacht. Maar dat was dan ook opgenomen in het budget? Dat is opgenomen in het budget. Er is €100.000 budget voor de inrichting. Maar goed, toen kwam de crisis. Toen kwamen alle bezuinigingen. En dan is het nu in één keer heel zuur als je moet uitleggen aan je kiezers, terwijl je de muziekschool sluit, dat je even stoeltjes gaat kopen van €2500. En er zijn dus een aantal partijen die daar behoorlijk tegen in het verweer komen. Ja. Zoals bijvoorbeeld ondernemend Berkelland. Die zeggen van nou, als deze stoelen in de raad gaan komen, dan gaan wij er niet op zitten. Nee. Gaan we gewoon niet aan beginnen. Waar besteden we toch onze tijd aan, denk ik dan? Want het is gekocht, het is gedaan. Nee, nou ja, goed, het is nog niet gekocht. Het is in bestelling? Of... Er is budget voor en er moet al besloten worden. Hè? En vandaar dat de gemeenteraad daar verdeeld over is. Kijk, het CDA zegt van... De raadzaal, de gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Dat moet gewoon uitstraling hebben, dat moet cachet hebben. Dus daar mogen best goede stoelen staan. De PvdA zegt van ja, kan er gewoon iets goedkoper. We kunnen misschien ook wel een ander stoeltje. Er wordt ook gepraat over IKEA-stoelen, noem maar wat. Als er maar geen duurkoper is. Klopt. Het is wel zo natuurlijk dat al het gepraat over geld ook geld kost. Dat moeten mensen zich ook een beetje realiseren. Ja, en in de gemeenteraad kunnen ze vaak heel lang praten over van alles en nog wat. Nou zegt de VVD in Berkelland, weet je wat we ook kunnen doen? Gewoon geen stoelen. Dan gaan we staand vergaderen. Moet jij eens opletten hoe lang die vergaderingen duren. Ja, we gaan, als het gaat over versnelling erin brengen, Arriva wil treinen eerder laten rijden. Ja, nou, Arriva heeft het streekvervoer in de Achterhoek overgenomen sinds deze week. Althans, vooralsnog alleen de bussen. De gele Synthesbussen die zijn verdwenen. En je ziet dus nu overal die groene Arriva-bussen rondrijden. En nou goed, dat Arriva dat is heel fanatiek. Die voelen zich nu al helemaal thuis in deze regio. En die zeggen van laat ons ook alvast maar de treinen overnemen. Dat heeft natuurlijk te maken met problemen bij Synthes, de vorige vervoerder. Die heeft grote problemen om de treinen op het traject met name Winterswijk-Arnhem op tijd te laten rijden. Er zijn veel storingen, mensen die moeten wachten op perrons. Dat gebeurt overigens ook op het traject Winterswijk-Zutphen regelmatig. En Arriva zegt van ja god, als wij kunnen helpen door eerder de treinen ook te laten rijden dan 2012, waarom zouden we dat niet doen? Ja. Nou goed, dat is een mogelijkheid, maar het wordt wel heel lastig allemaal. Want die treinen zijn in bestelling. De werkplaats voor die treinen die hier in Zutphen gaat komen voor de hele Achterhoek, die moet nog opgeleverd worden. Dus het is een beetje wishful thinking, denk ik, ja. Maar Arriva heeft nog iets anders. Arriva had camera's. Heeft camera's. Big Brother is watching you.
Als je geheimtjes hebt te bespreken, doe dat dan maar liever niet in een bus van Arriva. Want er zit een soort 360 graden camera zit in die bussen. En dat is ten behoeve van de sociale veiligheid. Zodat chauffeurs kunnen waarnemen wat er gebeurt in die bussen. Maar de politie kan ook beschikken over die beelden en over het geluid. Dus, ja, toevallig was ik laatst bij een bedrijf in, dat levert. Ja. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de hoeveelheid agressie die mensen in het openbaar vervoer tegenkomen. Ja. Ja. En dat men dan afstand kan zien van we moeten ingrijpen of niet. Precies, ja, en dat niet alleen, maar je kunt ook achteraf zien als er een incident is geweest en het is gewoon opgenomen en je hebt beeld en je hebt geluid. Nou, dan, dat maakt het natuurlijk een stuk makkelijker in het onderzoek en ook bij de rechtbank later. Ja, want de mensen die rottigheid uithalen doen we wel een zwijntje, proberen een bruggetje te maken naar het volgende ding. Naar het hangbuikzwijntje. Ja, klopt. En het gaat niet over mij, dat zult u begrijpen. Nee. Het gaat over een beest dat is komen aanwaaien. Ja, bij een familie in Klarenbeek is onlangs een hangbuikzwijntje komen aanwaaien. Ja, ik heb een foto gevonden van een varkentje, maar dat is volgens mij geen hangbuikzwijntje, dat is een gewoon varkentje. Ja, ja, nee, ja. Dat is niet... dat is hem niet? Het is niet knorretje. Het is niet Klarenbeeks knorretje. Nee, goed, even terug naar het verhaal. Dat hangbuikzwijntje is komen aanwaaien bij een familie. En dan loopt er ineens zo'n zwijntje in je achtertuin. Ja, en wat moet je daar dan mee? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Laten we het eens even vragen aan onze dierenarts. Ja, dat is niet echt een onbekend verhaal. Dat was voorheen in de regio eigenlijk... redelijk goed geregeld in die zin dat dierenambulance, dierenbescherming daar heel veel werk in deed. En mensen bij nacht en ontij altijd konden bellen. En ook daar moet bezuinigd worden. En je ziet dus nu dat mensen dan opeens zo'n dier tegenkomen, niet weten wat ze moeten en feitelijk ook niemand kunnen bereiken. De dierenarts kan daar een helpende hand Want dus jullie worden ook gebeld. Van, ja, we hebben hier een dier. Maar we zijn ook niet zeg maar ingericht om al deze problemen op te lossen. Dus dat is een... Maar wat doe je dan? Iemand belt en zegt ik heb hier zo'n hangbuik varkentje. Ja. Wat doen jullie dan? Nou, wij adviseren natuurlijk eerst om het dier even thuis op te vangen voor zover dat mogelijk is. Bij een hangbuikzwijntje is dat trouwens best leuk. Wie weet wen je eraan. Je kunt ze goed houden als huisdier. Ze zijn zindelijk te krijgen. Heb je er zelf een? Nog geen hangbuikzwijntje, nog niet. Maar vroeger wel gehad thuis, inderdaad. Okay. Ja, en dus dat zou kunnen. Ja. Maar even die gekheid opzij. Er zijn voor een heel aantal dieren wel opvangadressen. Vaak zijn het particulieren trouwens. Maar goed, die staan niet dag en nacht klaar. Dus we vragen heel vaak aan mensen om heel even geduld uit te oefenen. Nemen de gegevens op, proberen dan in samenwerking met dierenbescherming en die particulieren die dus opvang kunnen verzorgen en willen verzorgen om een adresje te vinden. Ja, want daar gaat het dus om dan. Even. En gelukkig lukt dat vaak wel, maar het gaat niet meer zo soepel als dat het vroeger ging. Nee, want hoe zit het dan in Klarenbeek? Wat is daar de status? Het artikel in onze krant heeft natuurlijk wat reacties teweeg gebracht. En er zijn wat mensen geweest die zich hebben gemeld en die hebben gezegd van het zwijntje knorretje. Willen wij wel opvangen. Maar de gemeente Apeldoorn heeft daarna ook gereageerd. En die zeggen van, nou, bij veel mensen is het niet bekend, maar er is een telefoonnummer. Dat is geloof ik 14055 als je in Apeldoorn woont. Ja. Dat bel je en dan komen mensen van faunabeheer langs. En die nemen dan de zorg voor zo'n wild dier over. Dat is volgens mij het algemene nummer van de gemeente. Dus direct contact met de gemeente is 14... En het telefoonnummer 055. Ja, hier staat 14057 in Zutphen, denk ik. Ik geloof het en dan 14055, dan heb je contact met de gemeente Apeldoorn. Precies, en dan zeg je, ik heb een wild dier en nou, dan komen ze hem ophalen, als het goed is. Dus alleen voor aangelopen dieren en niet voor mensen of andere apparaten of beesten die je kwijt wilt. Ja. Goed, dankjewel Niek. We komen zo weer bij je terug. We gaan praten over lang haar. Niet voor mij geschikt, maar wel een leuk onderwerp. Ja, inderdaad. Ik sta hier naast Nathalie. Vorige week hadden we hier een model met heel kort haar. En vandaag dus een model met lang haar. En wat kan je met lang haar allemaal doen, Nathalie? Nou ja, alles. Behalve, je kan het natuurlijk ook kort knippen en dan is het niet meer lang. Maar waar heel veel mensen tegenaan lopen met lang haar, kan je natuurlijk een heleboel, afhankelijk van het model. Maar waar ik het eigenlijk specifiek over wil hebben, is over het opsteken. Wat heel veel mensen, waar ze tegenaan lopen, wat ik merk, is dat ze zeggen van het zakt eruit of het blijft niet zitten. Of mijn haar is te lang en te zwaar om er nog wat mee te doen. En daar wil ik wat meer over uitleggen en wat tips meegeven. Als je het haar hebt wat echt heel erg lang is en zwaar is, denk dan in vlakken. Dus in dit geval mag je ietsjes opzij kijken, Floor. Floor, mijn model. Als het echt heel lang is, massief en echt lange lagen en je wil het opsteken, dan kan je het beste met elastieken werken en in etappes. Dus dan
in vlakverdelingen. Dus dan hebben we bijvoorbeeld hier, dit is even één vlak, de scallop. Dit is dan een tweede vlak en dit is dan een derde vlak. En wat je dan kan doen is elastieken hier vastzetten. Het zij al een beetje getoupeerd, daar kom ik zo meteen op terug. Elastieken vastzetten en dat is tevens je basis voor de schuifjes. En voor je klemmetjes waar je mee gaat werken. Dus als je hier een elastiek zet en bijvoorbeeld hier op het achterhoofd of eentje aan de zijkant en nog eentje aan de andere kant. Dat is dan je basis. En van daaruit kan je dus alle lange lengtes kan je opsteken en met klemmetjes makkelijker vastzetten. Omdat hier al spanning op zit, kan je hem vastklemmen. Waar je op moet letten bij bijvoorbeeld schuifjes, wat ik vaak tegenkom. Als je in een gewone drogisterij schuifjes koopt. En dat is even heel belangrijk. Ja, de camera is erop gericht, ja. Als je een schuifje hebt en je zet er spanning op, dus je maakt hem open. Ja. Wat je heel vaak ziet, en nou ik moet nu echt een beetje kracht zetten, is dat je dus echt, als je dit heel makkelijk kan doen en hij schiet dus niet terug, wat meestal is met kwaliteit, dan heb je er niks aan. Want op het moment dat je erin zet, dan is de spanning eraf en dan vliegt hij er al uit. Dit is overigens wel een goed schuifje, maar ik heb echt even kracht moeten zetten. Waar het om gaat is dat je dus dit effect hebt. Hier zit dus heel veel spanning op, waardoor het schuifje ook blijft zitten. Klemmetjes is hetzelfde. Als je een klemmetje hebt, die zorgt ervoor dat er echt een beetje, als je hem openmaakt, dat je hoort dat er al een beetje spanning op zit. Dat hij al een beetje klikt. Anders schiet het ook heel snel los. En de elastieke is ook, trek het goed aan. Zorg dat als je het elastieke eraan trekt, dat hij ook veerkracht, dat je echt voelt dat je een beetje, dat hij een beetje weerstand geeft. Het nadeel is wel dat in de winkel zit alles keurig verpakt en kun je dat niet uittesten. Ja, gewoon doen. Niet openmaken, maar je kan wel aan de elastiekjes kan je wel een beetje voelen of er een lekkere rekbaarheid aan zit. En met die klemmetjes kan je ook wel een beetje voelen of het. Vaak heb je die mechanismen die zijn zo zwak, dat is gewoon zonde, want op het moment dat je hem open hebt, dan schiet hij alweer los. Okay. Dus je kan wel, ik bedoel, je moet geen verpakkingen opentrekken, maar je kan best wel een beetje daaraan voelen, vind ik hoor. Ja. Oké. Okay. En wat belangrijk is, je gereedschap, puntkam, voorkam, eventueel een buslak is altijd voor de stevigheid handig en een borstel. Als je al wat tijd hebt, is het wel handig om het al een beetje voor te bewerken. Als je dat niet hebt, voorbewerken bedoel ik mee met een krulborstel of een warmteset of een stijltang. Dan is het haar al een beetje, heeft het al een beetje body. Nou, als dat niet het geval is, dan hoeft het ook niet, maar dan kunnen we toch wel wat leuks creëren. Ja. Voor nu is het eigenlijk belangrijk dat ik dus nu heb uitgelegd De materialen? De materialen. Precies. Oké. Okay. Nou, jij gaat verder met Floor. Je gaat een mooie kapsel van maken. En dan proberen aan het eind van het programma even bij je terug te komen voor het eindresultaat. Ja, dankjewel. Succes, hè? Ja. Oké, en dan gaan we verder naar de keukentafel. Want we gaan het hebben over obesitas bij huisdieren. Ja, ik wou zeggen, we gaan het hebben over obesitas. En dan denkt u, ach nee, dan komt hij met zijn levensverhaal. Maar dat is niet zo over huisdieren. Simon, jij hebt huisdieren. Hebben jouw huisdieren last van obesitas? Enkele wel, ja. Ja, hoe komt dat? Nou, dat komt eigenlijk omdat ze, net als wij, te veel eten en te weinig bewegen. Misschien voor de kijker, obesitas klinkt heel moeilijk. Maar dat betekent dus overgewicht, vetzucht. En dat komt bij 30-50% van onze huisdieren voor. Dus het is een best groot probleem. En we hebben ook een plaatje. Van een hele mooie hond. Maar een beetje aan de forse kant, als ik het goed begrijp. Ja, dat kan misschien even in beeld gebracht worden. Ja. Ja, en je ziet op dit plaatje al dat de hond wellicht een beetje ongelukkig kijkt. Dat is een labrador, dat is ook een ras waarbij dat veel voorkomt. Die houden ontzettend veel van eten. En als je ze goed verzorgt en hun gang laat gaan, te veel verzorgt eigenlijk, dan krijg je dus zo'n hond. Ja, en als we kijken, hoe kun je dat dan voelen? Hoe weet je dan of je hond te dik is? Ja, een hond of kat, daar geldt het trouwens ook voor, en zelfs een konijn, moet eigenlijk een taille hebben. En je kunt dus zelf als eigenaar kijken, daar hebben we ook een plaatje van, of daar nog een taille te zien is. En je kunt daarnaast ook voelen met je handen of er nog een laagje, of de ribben nog te voelen zijn en dat de speklaag tussen de ribben niet te dik is. Dus het moet goed voelen. En goed voelen betekent dat je wat moet kunnen voelen. Ja, en dat het niet te glad en te dik is. Nee, en er moet dus een duidelijke overgang naar de lendenen toe zijn. En dat kun je dus ook zien. Misschien kan dat plaatje nog even in beeld gebracht worden. Kijk, we even erbij kunnen zetten, als het goed is.
Nou, ja, ja, daar hebben we hem. Dat, ik zie dat net onder mij. Ja. En dan zie je helemaal links inderdaad een veel te dik dier. En in het midden een dier wat licht overgewicht heeft. En helemaal rechts, dat is eigenlijk een normale model waarbij je echt die welvingen kunt zien. Oké. Ja, en als je het wil voelen, dan voel je het eigenlijk langs, ja, langs je huisdier. Ja. Ja. En wat zijn de oorzaken van obesitas? Nou, de oorzaken die zijn over het algemeen gewoon te veel calorieën opnemen. Dus te veel te eten. Dat dan ook nog eens in combinatie met te weinig beweging. Maar daarnaast zijn ook wel andere oorzaken te bedenken. Een deel die veroorzaak ik zelf als dierenarts, namelijk door castratie of sterilisatie van een dier. Verandert de hormoonhuishouding en kun je veel sneller overgewicht krijgen. Vandaar dat we ook altijd zeggen, geef je dier na zo'n ingreep minder te eten. Soms wel tot een derde van wat voorheen gegeven werd. Maar er zijn ook ziekten, bijvoorbeeld een te traag werkende schildklier. Dat is iets wat bij honden toch vrij regelmatig voorkomt. Wat het veroorzaakt, dus bij honden die echt niet af willen vallen, is het ook zinnig om daarop te gaan testen, om te zien of er misschien echt iets achter zit. Ja. Maar in de meeste gevallen is het echt een kwestie van veel te eten geven. En, ja, en dan worden ze, dat is niet gezond en daar worden ze heel dik van. We hebben ook een plaatje van een hele mooie kat. Ja, dat is inderdaad een kat die ik deze week nog op spreekuur gezien heb. En, de eigenaar, dat is deze kat? Ja, dat is deze kat. En de eigenaar kwam eigenlijk met de klacht dat de kat zo ontzettend moeilijk liep. Wat zwalkerig en zwak was in de achterhand. En nou, iedereen ziet natuurlijk al dat de kat veel te dik is, maar dat was niet het eerste wat in de eigenaar opkwam. Dus dat geeft wel aan dat het dat niet voor iedereen helemaal ja, het zit niet in top of mind dat als die kat dik is, dat hij daar ook van. Want wat zijn de gevolgen van die obesitas? Nou, gevolgen zijn dat dieren slomer worden, dus nog minder gaan bewegen, kortademig, minder conditie hebben. Katten hebben 2 tot 4 keer zo hoge kans op suikerziekte, maar ook het skelet heeft eronder te lijden. En je kunt bijvoorbeeld echt degeneratieve aandoeningen krijgen, je kunt problemen met je tussenwervelschijven krijgen, artrose krijgen. En van deze specifieke kat hebben we ook een foto gemaakt en die laat dat mooi zien. Een röntgenfoto. Ja, we gaan even kijken of dat ook in beeld te brengen is. En hier zie je een aantal lendenwervelen. En als je heel goed kijkt, zie je tussen die wervellichamen kleine verkalkinkjes zitten. En dat liet dus zien bij deze toch vrij jonge kat, die was pas 8 jaar oud, dat daar al slijtage optrad. En een eigenaar wil dus heel goed zorgen voor zijn dier, maar feitelijk verzorgt hij zo goed. Ja, wel vertroetelen. Vertroetelen is het gewoon toch erg zielig voor dit beestje. Want ja, die heeft gewoon continu pijn en waarschijnlijk zelfs een lichte hernia op basis van een veel te zwaar lichaamsgewicht. Betekent het ook dat het dier dan korter leeft? Ja, ook dat is ook onderzocht. Bij honden is dat goed onderzocht. Honden leven gemiddeld 2 jaar korter als ze duidelijk overgewicht hebben. Ja, en wat kan iemand dan doen om te zorgen dat, het zijn natuurlijk logische dingen, hè? Ja. Het gaat net als bij mensen denk ik over minder eten. Ja, dat is inderdaad heel erg voor de hand liggend, minder eten geven. Maar toch is dat heel erg moeilijk, net zoals bij onszelf. Maar dat is nummer 1. Dus je moet eerst bewust worden van het probleem. Dat hopen we ook dan met zo'n item vandaag te doen. Dus dat is van, voelen, kijken, voelen. Is hij nou te zwaar of intuïtie niet? Ook, denk ik. Ja, maar je kunt ook daarmee naar de dierenarts gaan en de dierenarts of de assistenten laten voelen, wegen. Een check-up. Van, check-up van hoeveel weegt hij nou? Is het nou echt te veel? Is dit ernstig? Moeten we daar wat mee? Ja, dan zullen mensen zeggen, ja, dat is logisch, want dat kost mij geld. Nee, maar dat is een praatje. Dat kan ook gratis. Dat is niet iets waar we geld aan hoeven te verdienen. Daar kan iedereen zo binnenlopen. Bij de gemiddelde dierenartsenpraktijk zal dat geen probleem zijn. Okay. Wij onderkennen dit als een groot probleem en ook als onze taak om daar wat aan te doen. Dus het is preventief? Ja, preventief, ja. Precies. Dus dat is 1, gewicht opnemen, kijk, is het te veel, dan moet je inderdaad gaan afvallen. En dat betekent minder eten, dat is het allerbelangrijkste. En dat zijn forse hoeveelheden minder, tot wel 30-40% minder. Je kunt dus gewoon simpelweg starten met minder eten, patroon aanpassen. Wat ook heel vaak helpt bij katten is maaltijden voeren. Veel katten krijgen gewoon de hele dag te eten. En dat is staat gewoon klaar, bedoel staat je? Gewoon klaar, kunnen dus dan ongelimiteerd eten. We hebben geen rem. Geen rem en de hele dag de tijd. En daar helpt het al om dat gewoon alleen 's ochtends en 's avonds gedurende 15 minuten eten klaar te zetten. Nou ja, en dan dus minder hoeveelheid. En dan kun je ook nog voor kiezen omdat er toch vaak een probleem wordt dat dieren dan heel hongerig zijn om lightbrokken te geven waar heel weinig in zit, maar die toch een vulling in de maag geven.
Dat is dan ook nog iets. Jeetje, en daarnaast lightbrokken voor dieren. Ja, die zijn er in alle soorten en maten. Ja. Maar het is wel degelijk zinvol op het moment dat er een dier continu hongergevoel heeft. Dan is het ook heel moeilijk om die niks te geven. En daarnaast geen tussendoortjes meer en meer bewegen. Ja, en niet mee snoepen van de verjaardagsschaal. Nee, met dat de mag natuurlijk ook niet. Dus je moet de hele omgeving meekrijgen. Dat iedereen zijn best doet om het dier eigenlijk beter te verzorgen door hem juist minder te geven. En meer bewegen, denk ik. En meer bewegen. Maar moet je dan gaan wandelen met de kat? Met de hand kan ik het me voorstellen. Maar met de hond kun je inderdaad wandelen. En hele zware honden hebben ook baat bij veel zwemmen, omdat de gewrichten wat minder belast worden op die manier. En bij katten is dat inderdaad moeilijker wandelen, maar die kun je ook wel degelijk activeren. Bijvoorbeeld door spelletjes met ze te spelen. Papierpropjes gooien of met een laserpointer door de kamer of een zaklamp schijnen. Daar gaan ze vaak achteraan. En dat is wel degelijk een manier om een kat te activeren. Maar jij zegt zwemmen met de hond. Er is baby en wat is het, moeder en kind zwemmen. Ja. Maar ik heb nog niet meegemaakt dat er zwemmen. Wat is het, zegt kom met je hond. Nee. Dat is inderdaad niet zo. Maar er zijn natuurlijk genoeg mogelijkheden buiten het huis. Je kunt in genoeg sloten wel met je hond zwemmen. En nu in deze tijd van het jaar is dat natuurlijk lastig. En in hele extreme gevallen, waarbij een hond echt extreem zwaar is, nauwelijks kan lopen, dat komt ook voor, dan heb je zelfs de mogelijkheid om een soort aquatherapie bij een dierenfysiotherapeut, waar een echt zwembad voor honden is, voor revalidatie, maar ook voor dit soort problemen. Dus daar zijn mogelijkheden. Dat kan altijd wel. Ja, en uiteindelijk is het zo dat als de hond alle behandelingen heeft doorgaan, denk ik, komt hij bij de hondenpsycholoog terecht. Ja. Om zijn hele verleden te vertellen waar hij... Ik snap het. Ja. Goed, we gaan van het hondenzwemmen naar een andere vochtigheidsgraad. Want in deze tijd van het jaar is het vrij droog in de lucht. U merkt het aan de lippen, u merkt het aan de ogen. En Paul van Schaik heeft daar schijnbaar iets voor. Ja, Paul, je hebt hier behoorlijk wat meegenomen. Wat is dit allemaal? Nou, wat Gerbert net ook al zei, van de problematiek die we nu in huis hebben, dat ze allemaal goed geïsoleerd zijn, neemt met zich mee dat de luchtvochtigheid in de ruimte waar we leven niet altijd optimaal zijn. Dan moet ik zeggen, hier is het natuurlijk wel heel erg goed. We ademen lucht uit, daarbij vocht. Paul die aan het koken is, waarbij ook vocht ontstaat. Dus de luchtvochtigheid hier is, even kijken, kun je op een hygrostaat kun je dat zien, is precies 50... procent, dus is eigenlijk perfect bij 21 graden. Maar de luchtvochtigheid die dus daalt, neemt problemen met zich mee. Wanneer de luchtvochtigheid namelijk daalt, dan gaat de lucht als een vampier werken. Die gaat dus vocht onttrekken uit dingen in de omgeving. Dus uit planten, uit ons eigenlijk als het ware. Onze huid droogt uit. Maar als het dan zodanig extreem wordt, zeker wanneer het nog kouder wordt, dan onttrekt hij dat ook uit bijvoorbeeld uit de planken vloeren. Dus het pakket gaat enigszins krimpen. Althans, dus je krijgt gleuven erin. Piano wordt ontstemd. Dus die klinkt in één keer niet meer. Dus dan denk je, ik ben lekker aan het piano spelen. Het klinkt niet meer, dat ligt niet aan jou. Maar het ligt aan het ontstemmen van de piano door de luchtvochtigheid die niet goed is. En daarvoor heb ik verschillende producten voor meegenomen. Natuurlijk het eerste, de hygrostaat, om te kijken of het inderdaad hoe de luchtvochtigheid is. Daarbij heb je een mogelijkheid om actieve en passieve en geforceerde en niet geforceerde luchtbevochtiging daarvoor te gebruiken. Dit is bijvoorbeeld een hele, ziet er heel erg apart uit, hè? Ik geloof dat jij net zei, ik vind hem niet mooi, maar goed, je hebt natuurlijk wel zo'n groot ding in je huis staan dan, hè? Leuk, en is dan eentje genoeg in een huiskamer? Kijk, wel waar voor je geld, hè? Je stopt je water in. Vervolgens door de filter heen wordt het water omhoog getrokken met de aangezogen droge lucht wordt door de filter heen geblazen, eigenlijk als het ware. En daardoor krijg je dus op een hele simpele manier vocht in huis. Maakt dit geen lawaai in dit apparaat? Deze is inderdaad heel erg stil. Okay. Ja, hele stille machine. Dan hebben we deze uitvoering. Dit is een wat actievere uitvoering. Die doet hier water in. Er zit een soort verwarmingselementje in. En door, als het ware door de temperatuurverhoging blaast die warme vochtige lucht naar buiten toe. Ideaal voor kinderen die bijvoorbeeld last krijgen van ademhaling. Kop is daar iets van waar dit een heel makkelijk en fijn product voor is. Deze uitvoering is, vind ik persoonlijk, de meest ideale. Deze reguleert zichzelf altijd zeg maar ongeveer tot een 50% luchtvochtigheid. Maar tevens is het ook een apparaat die heel stil is, heel zuinig qua energie. En door de aantrekking van de lucht die hier naar binnen gaat, wordt de lucht bevochtigd door een aantal schijven. En die schijven zorgen dan ook gelijkertijd voor dat de lucht gewassen wordt.
Dus lucht wordt hier lang zo, langsheen geleid. Ja. Door die schijven die dus waterfilm op zich nemen, wordt dat lucht langs geleid. Dat vuil dat gaat zich terugplaatsen in de bak. En vervolgens hou je dus een reinigende functie over. En tevens spuwt deze ook negatieve ionen uit. En negatieve ionen, waar zijn die weer voor, is dan de vraag, denk ik? Dat weet ik, ja. Ja, oh, ja. Waar zijn ze voor, ja. Negatieve ionen? Nou, die zijn ervoor om dus de hele minuscule deeltjes vervolgens te laten vallen op positief geladen producten. Ja. Waarbij je dus nog minder vuil krijgt in de lucht. Dus het is ook een luchtzuiveringsinstallatie in deze. Moet je dit ook veel reinigen dan? Want je zegt van er komt eigenlijk een vieze lucht hier of vieze water. Vies water. Ja, dit water wat er dan eventueel hier weer terugkomt, dat kun je dan gewoon uitschudden. En deze platen zijn heel makkelijk te reinigen. Ja, dat is een reinigingsfunctie. Dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Ja, en tevens het water wat hier dus in zit, dat wordt daar wordt ook nog eens een keer door een zilver element wat hier dus in zit, ook nog eens een keer bacterie vrijgehouden. Gehouden, sorry. Ja. Ja, het laatste apparaat? Het laatste apparaat is ook een geforceerde uitvoering. Deze doet zowel koude damp als warme damp weergeven. Want je kunt je voorstellen als je met een koude verdamper gaat werken, zoals bijvoorbeeld de eerste die we zagen, krijg je dus inderdaad in een warme omgeving, wordt de temperatuur gaat dat dalen. Dus deze kan zowel warm als koud. Dus koud voor in de zomer. En warm voor in de winter stomen. Ja. En dat wordt door middel van een ultrasonen plaatje gedaan. Dat is een plaatje wat heel snel trilt. Door die snelle trilling willen de watermoleculen snel naar buiten. Dan zet je een ventilatortje achter en dan krijg je dus geforceerde stoom. En dat is bijvoorbeeld ideaal bijvoorbeeld in deze periode waarbij mensen een probleem hebben met dat er echt veel te weinig vocht aanwezig is. Zoals we deze zagen, dit is echt voor het hele jaar door, die het gewoon goed reguleert. Maar als er nu echt door die extreme kou die we dus krijgen, want het wordt heel koud volgende week. Ja? Dus ik heb heel veel van die dingen ingekocht. Oh, okay. Ja, dat zijn gewoon bij ons in de winkel te koop. Is het zo dat mensen heel erg snel zo'n product willen hebben. En dan is geforceerde bevochting is heel erg goed. Je voelt dat het deze nu op de koude stand staat. Ja. Je hebt nu koude stoom in principe. En als je hem op de warme stoom zet, dan verhit hij het eerst naar 80 graden en daarna blaast je op 40 graden uit. Maar dit is gewoon 15 graden of zo. Maar ik hoef meteen niet mee naar de schoonheidsspecialisten. Als je warme lucht eruit kan laten komen, dan kun je meteen even stomen dus ook. Ik weet niet, wat doe je bij de schoonheidsspecialisten? Ik heb daar niet zoveel verstand van. Dat leg ik je de volgende keer wel uit. Je had dan een vraag over de wake-up light, zei je net. Ja, wat die nou kostte? Nou, ja, nee, dat komt zo. Ik wil eigenlijk eerst weten wat dit allemaal ongeveer kost. Nou, je hebt al een verdamper al vanaf zeg maar €49. En dat loopt op zeg maar, tot een €350. Dat heeft te maken met de capaciteit van het product, de mogelijkheden van zijn product. Die hierop staan is bijvoorbeeld een hele uitgebreide, waar dus inderdaad een hygrostaat in zit, die automatisch bij een luchtvochtigheid die naar beneden gaat, die je in kunt stellen, automatisch aangaat. De ionisatiestand, de warmstand. Maar je hebt ze vanaf zeg maar €49 en dat loopt op zeg maar, de €350, nagelang welk type je daar neemt. Maar in de winkel, dus ook bij ons in de winkel, kun je daar advies over verkrijgen van voor welke doel de luchtbevochtiger je het apparaat nodig hebt of welke doel je nodig hebt. En daar kijken we dan samen van welke daarvoor het beste bedoeld is. Ja. En het wake-up light nog eventjes inderdaad, waar we het straks over hadden. Wat kost dat? Ja, we hebben net over deze product gehad. We hadden net over een iets sexier product. Dat was inderdaad de wake-up light. Maar die heb je al vanaf €29,95. En het exemplaar wat we net hebben gezien, die kost €129. En die ook weer gewoon naar de winkel toe gaan. Of online bestellen bij elektrowarenhuis.nl. Daar zijn ze gewoon te koop. Oké. Okay. Ja. Nou, dankjewel Paul en tot de volgende keer. Ja, graag gedaan. Dan gaan wij weer terug naar de keukentafel, want we gaan nog verder met het nieuws met Niek. Ja, na deze, ik wil niet zeggen commercial, het was informatief. Maar Paul, ik kreeg net de vraag even aan tafel. Verkopen jullie nog van die bakjes die je aan de radiator kunt hangen? Ja. Wacht even, de microfoon erbij. Ja. Nee, die bakjes die verkopen wij niet in de winkel. Maar dat is het inderdaad zo. Voorheen, zeg maar in de jaren 60, 70, werden er inderdaad van die radiatorbakjes gebruikt. En dit is het alternatief voor de radiatorbakjes. Ja. Omdat heel veel mensen vloerverwarming hebben. Waar moet je dan het radiatorbakje aan hangen? Heel goed geantwoord, dankjewel. Tuurlijk. Ik zeg het hier, Rob, hij heeft altijd een weerwoord. Ja, want het namelijk over van het radiatorbakje, dat kwam van Rob van Steen. Niek, we gaan naar ons laatste nieuwsblokje. En daar hebben we twee onderwerpen.
Ebenezer Scrooge. Ja. Die gaan we meemaken dit weekend. Ja, als je de Scrooge-traditie wil beleven, dan kan je dit weekend kiezen. Want in drie verschillende plaatsen in Gelderland gaat het verhaal zich afspelen. En je kunt eigenlijk kiezen, en dan zeg ik dan Gelderland, maar ik kom dadelijk ook in Deventer uit, dat is net over de grens. Maar je kunt kiezen van klein naar groot. Wil je het Scrooge-verhaal klein beleven, dan kan je bijvoorbeeld naar landgoed de Kranenburg gaan. In Kranenburg bij Vorden, daar gaat de Achterhoekse troubadour Gerrie Groot Swaafting voor de negende keer het Scrooge-verhaal vertellen, op zijn eigen manier. En dat is een intieme sfeer. En daarna dus zingt hij nog wat liedjes. Kortom, het zal vast heel gezellig worden. Ja. Wil je het iets groter beleven met wat meer decor? Dan kan je naar Bronckhorst gaan. Het mooie stadje aan de IJssel. Waar Chef de Jong, en daar hebben we plaatjes van, volgens mij. Ja, ik heb wat plaatjes gevonden van Chef de Jong. En Chef de Jong is de verpersoonlijking van de Nederlandse Ebenezer Scrooge. Ja, als je hem ziet in volle ornaat, dan denk je gewoon van... Ja, hij is hier rechts in beeld. Ja. Ja, dat is een prachtige, markante kop. Ik denk dat heel Nederland hem inmiddels wel een keer voorbij heeft zien komen. Van het Dickens Museum in Bronckhorst? Ja, het Dickens Museum in Bronckhorst was een enorme Dickens freak. Hij heeft nou ook, heb je van de week in de krant gehad, een soort replica van het bureau van Dickens heeft hij op de kop weten te tikken. En dat kunnen de mensen ook gaan bekijken in Bronckhorst. Maar goed, dit hele weekend staat Bronckhorst in het teken van Dickens, van Scrooge. De inwoners van het kleine stadje, en het zijn er maar enkele tientallen, zijn allemaal verkleed ook als mensen uit de tijd van Dickens. En zelfs ook enkele vaste bezoekers komen in volle ornaat naar Bronckhorst toe. Dus je waant je daar echt in het tijdperk van Dickens. Ja, en dan dat zijn eigenlijk twee kleinschalige evenementen. Dan gaan we naar het grootste, Dickens verstaan. Ja, als je denkt van nou, ik wil me lekker onderdompelen in de massa en dan ook Dickens beleven, nou ja, dan kun je het beste naar Deventer gaan. Ja, ik heb hier de specials even meegenomen. Ja, van de week lag in de stand toch inderdaad een bijlage. Speciaal helemaal over het Dickensfestijn in Deventer. 20ste keer dit jaar. Hoeveel mensen komen daar naartoe? Ja, duizenden. Het is echt... Is het net zo groot als de... Nee, is het groter dan de boekenmarkt? Nou ja, dat geloof ik niet. Volgens mij is de boekenmarkt, dat is wel echt een uitschieter. Maar, ja, die zit in de zomer. Natuurlijk. Het is wel echt een top evenement. En je kunt over de koppen lopen. En nou goed, daar moet je van houden. Het punt is namelijk dat je in Deventer bij het station, daar begint de Keizerstraat, bij de Schouwburg daar in de buurt. Dat is eigenlijk de enige ingang voor het evenemententerrein. Dus je moet daar naar binnen en dan kun je die smalle straatjes door en dan kom je op een gegeven moment wel weer ergens uit. Het punt is alleen dat natuurlijk al die duizenden mensen die staan daar te wachten om naar binnen te gaan. Door de trechter. Precies, door de trechter. En dan moet je er maar net zin in hebben. Nu is het wel zo dat er gezorgd wordt voor vermaak. Dus dansgroepen, muziekgroepen, die zorgen ervoor dat de mensen... Ja, want als er geen vermaak is, dan vervelen we ons. Precies. We wachten, dan zitten we erin. Ja, en dan gaan we weer boos worden en zo. Ja, en waarom is hij niet gestrooid? Dat is natuurlijk nog wel een item, dat strooien. Hè? Want ik zei net al, Deventer is natuurlijk een gemeente waar het strooisout nagenoeg op is. En dit weekend zou het zomaar kunnen dat het weer spekglad wordt. Dus daar hebben ze wel een punt nog. Maar als iedereen nou voorzichtig danst op die plek, dan smelt het vanzelf neer aan die precies. IJssel. Hè? Ja, een beetje schuifelen zo. Ja. Ja. Hoe laat begint het Dickens Festijn, weet je dat? Weet ik niet uit mijn hoofd, maar dat kunnen mensen allemaal in die bijlagen vinden die in de stand er heeft gelegen deze week. En ook op onze website staat alle informatie. Dan gaan we naar iets wat zich afspeelt ergens in Groesbeek, heb ik begrepen. Ja. Dat is een lokale band. De Wood... Loop ik de naam even kwijt? Woodstar. Woodstar. Ja. Houtster. Houtster. Ja. Woodstar. Het is een heel leuk bandje uit Vorden. Vijf jonge gasten. Spelen ontzettend goed. Ik heb ze vorig jaar een keer zien optreden in Brummen bij het Lentepop Festival. Waar ik zelf met mijn bandje ook nog mocht optreden. Dat meen je niet? Speel je in een bandje? Ja, zeker. Ja, wat speel je dan? Ik ben drummer. Ah, ja. Oké. Dus wij spelen samen met Woodstar en zij speelden net voor ons. En het is een hartstikke leuke band. En die maken een beetje furore in de regio. Want ze spelen gewoon lekkere rock'n'roll covers. Jaren 60, 70, maar ook van vandaag de dag. Ja, ze spelen geen eigen liedjes, maar liedjes van anderen. Het is een coverband, ja. Ja. En ze staan dus dit weekend in de regiofinale Gelderland van de Clash of the Coverbands. En dat is weer een bandjescompetitie speciaal voor coverbands. Ja, ik heb een heel klein fragment gevonden op YouTube. Het is vooral van een jaar geleden. Ja. En dan spelen ze Hey Joe van Jimi Hendrix. Oké. En ik weet niet of we dat even een klein stukje van kunnen zien. Yeah.
Ja, is de podiumpresentatie een beetje stijfjes? Is die altijd zo? Nee, wat ik van ze gezien heb, is dat ze hebben best wel een vlotte, brutale uitstraling. En ze kunnen een zaal lekker op sleeptouw nemen. Maar het zijn jonge gasten? Ja, het zijn vrij jonge eigenlijk, gasten. Laten we zeggen, een beetje oude muziek spelen, toch? Ja, ja, nou ja, goed, maar dat zijn toch klassiekers die het altijd goed doen. Hè? Je moet gewoon een beetje mixen. Wat oude nummers, wat nummers van nu. En dat, hè, dan kun je grote delen van je publiek pakken. Want ook op zo'n evenement als Lentepop in Brummen, daar staan gewoon mensen van 15, 16. Maar er staan ook gasten van in de 50 en die willen allemaal uit hun dak gaan. Nou, ja. Als coverband is het gewoon belangrijk dat je een goede mix hebt. En hoe hoog schat jij ze in? Nou, ik kan het hele deelnemersveld niet overzien, want dat heb ik nog niet genoemd. Ook de KGB-band uit Lichtenvoorde staat in die regiofinale. En dat is ook een enorm swingend collectief. Er zitten geloof ik ook een paar zangeressen ook uit Vorden in. Ze hebben 4 zangeressen die de show stelen. Dus dat is ook een goede band om naar te kijken. En jullie volgen het op de voet, neem ik aan? Nou, wij houden dat gewoon in de gaten. Wij houden als krant in de gaten welke bands uit onze regio doorkomen. En uiteindelijk is geloof ik de finale in Paradiso. En dat is natuurlijk voor elke band is dat het paradijs om daar een keer te mogen spelen. Dus. Ik kan me nog herinneren dat het Zutphens Dagblad vroeger zelfs een hele poppagina had. Ja, jaren 80 was het geloof ik. Hè? Ja, ja. Zo oud ben ik al. Ik hoor nog wel eens collega's die daarover mijmeren. Ja, een hele pagina vol over popmuziek. Ja, ja, ja. Het is ondenkbaar. Het is kunst en cultuur allemaal. Precies. Ja. Het valt allemaal onder de brede waaier van de kunst en cultuur. Ja. Nou, we hoorden al een scheurende gitaar. En een beetje wat op het geluid van die gitaar leek, was ook het pureren van iets wat in een pannetje gebeurde. We gaan eens even kijken bij Paul Scholten, hoe ver het staat met zijn gerecht. Ja, terug naar de soepen. Ik krijg een demonstratie staafmixen, Paul. Nou ja, het is een beetje bruut om uiteindelijk alles tot een crème te maken. Beide soepen heb ik inmiddels in een heerlijke kleine hoeveelheid op een bordje gedaan. Nu is het natuurlijk aardig om even te kijken hoe we het afmaken. Dit was de pompoensoep bereid met bouillon, room en veel sinaasappelsap. Het is toch een beetje verrassend om te koken in sinaasappelsap, maar dat geeft een hele mooie smaak. Gezond. Wel afgesmaakt natuurlijk met peper, zout. Wat heerlijk is, dat zal ik nu niet doen, is om het bijvoorbeeld nog een beetje te verrijken met een lekker drankje. En dan moet je denken aan die lekkere, zoetige zaken als ouzo of raki kan je gebruiken. Aan de andere kant staat de zuurkoolsoep. En een druppeltje Pernod bijvoorbeeld zou daar heel erg goed in kunnen. Wat is precies Pernod? Pernod is dat drankje wat vooral in Frankrijk in de zomer gekocht wordt. Pastis heet het daar. En een klein beetje in een glas, veel koud water en ijs erbij. En dan is het een heerlijk verfrissende mintdrank eigenlijk. De zuurkoolsoep kleuren we een klein beetje aan met een heerlijke ham, die we heel dun even wat gesneden en gesnipperd hebben. En we doen er natuurlijk een mooi klontje crème fraîche in. Je hebt genoeg. En dan kan die mooi geserveerd worden. De pompoensoep maken we af met een heerlijk stukje sinaasappel. En ook weer met crème fraîche. Even dat kleine romige hapje erbij. Heerlijk. Eet smakelijk. Het ziet er fantastisch uit. Dank je wel, Paul. En dan gaan we nu weer terug naar de keukentafel. Ja, want we hadden het net even over die poppagina. Maar Rob, vroeger in jouw cultuurtempel, de Hanzehof, werd ook heel veel popmuziek gespeeld. Dat is helemaal verdwenen eigenlijk, hè? Maar vroeger had je het 5 mei festival. Ik geloof dat er nu nog wel een of ander soort talentenachtig ding is. Maar vroeger was er Koninginnedag en 5 mei. Dat waren vrij forse festivals. Wat is er van overgebleven van de poptempel de Hanzehof? Nee, dat klopt. Die activiteiten die zijn er niet meer. Ik ben er nu 5 jaar. En dat is inderdaad van ver voor die tijd. Er zijn allerlei redenen waarom festivals opgestart worden en vervolgens ook weer verdwijnen. Wij proberen natuurlijk wel zo af en toe weer wat popmuziek te brengen. Onder andere in die samenwerking met de Stichting Zutpop, die ook op het Weg naar Laren festival die Woodstar Band presenteerde. Daar doen we ook een samenwerking mee. Eens per jaar hebben we ook zo'n line-up van lokale bands in de buitenlandse.
buiten sociëteit staan. Oké, okay. Nou iets heel anders dan, dan popmuziek is klassieke muziek. Paolo Giacometti, prachtige naam natuurlijk. Hè? Ja, ja. Wat is het? Hij komt bij jou? Ja, Paolo Giacometti is een meesterpianist. Daar hebben we een aantal van in Nederland. Hij komt dinsdag bij ons spelen. En in het gesprek met hem, hij is geboren in Milaan, maar vanaf zijn eerste jaar al in Nederland. Dus hij spreekt gewoon Nederlands. Hadden we erover, goh, als je nou toch komt, je moet inspelen. Kunnen er ook niet wat kinderen naar komen kijken die zelf heel graag willen spelen? Zoals je wellicht weet is er bij de Muzehof, die in Zutphen en Lochem hun lessen aanbieden, een klasje, een talentenklas met toch wel vrij virtuose kinderen. Waaronder een aantal pianisten. En die wilde erg graag met hem samenspelen of door hem gecoacht worden. Nou, dat gaan we dan ook doen. Dat is een masterclass. Dat heet dan een masterclass. Dat is op dinsdagmiddag dus wel. In de ene zaal de kinderen lachen om de musical Otje. Wordt in de andere zaal een masterclass gegeven door Paolo Giacometti. Met serieuze muziek. Hele serieuze muziek. Ja. Kinderen die gaan daar dus zelf spelen. Dat is de hele middag. Van 1 tot 4 doen ze dat. Ja. Nou, dan krijgt die meeste pianist even rust. En dan gaat hij s'avonds voor het grote publiek spelen. Hij speelt stukken van Robert Schumann, van Debussy, van Ravel. We hebben geloof ik ook een stukje beeld van hem. Ja, laten we eens even kijken. En vooral ook luisteren natuurlijk. Hè? Ja, dit is een stuk met Pieter Wispelwey, wat een hele knappe cellist is. Luistertelevisie. Ja. Prachtig, hè? Ik weet niet of er op die wake-up light ook een klassiek stand zit. Want ik zou erg graag met Schubert zo wakker worden. Dat lijkt me heerlijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat gaat in ieder geval heel geleid. Als het met Het Joe zou zijn, dan zou het wat anders bewegen, die wake-up light. Ja, dat ligt aan welke versie je die hebt. Ja. Ja, iets totaal anders. Het wintercircus. Wat is een circus in het theater? In deze regio, in Doetinchem, Deventer, Zutphen, komt het wintercircus Martin Hansson. Dat bestaat weliswaar al 25 jaar. Voor veel mensen is het soms nog lastig voor te stellen dat er echte dieren in een theater gaan rennen. Dat er een echte piste wordt gemaakt met zaagsel en clowns en acrobaten. Maar dat speelt zich wel af. Wel 3 dagen in Doetinchem, in Deventer en in Zutphen komen ze iets later op 7 januari. En is het dan bij jou in de grote zaal of in de buitenzaal? Ja, klopt. Het is in de theaterzaal en de piste wordt gemaakt op het toneel. Dus je zit er niet omheen, maar je zit in een theateropstelling? Nee, je zit in een theateropstelling. Dus het programma is ook op die manier in elkaar. Nou, we hebben er wat beeld van. Ja, nou laten we eens even kijken hoe dat eruit ziet. Het wintercircus van Martin Hansson. Wintercircus. En hoe komt dat paard bij jou naar binnen? Ja. Dat ben ik wel benieuwd naar. Via de gang, ja. Nee, het is wel leuk van mensen die in de buurt wonen. Want ook in Winterswijk komen ze om dan eens naar het theater toe te gaan. Want dat hele circus is zoals een echt circus. Ze kamperen in caravans en er staan wagens waar de paarden in zijn. En er is een mooie looproute het toneel op. Oké, okay, nou dankjewel. Veel kunst en cultuur weer in de komende periode. We gaan naar Ingrid. En Ingrid gaat praten met Diana. Ook weer, we gaan naar de laatste tip voor de kerst. En Diana, wat heb je voor ons in petto?
Ja, we willen die kerstdagen natuurlijk wel een beetje gezellig doorkomen. Straks hadden we het met Diana over de kerststress en wat tips. Maar we gaan nu wat verder in op die tips. Want ja, kerstkaarten, diner, cadeautjes. Hoe gaan we dat allemaal aanpakken? Hoe kunnen we dat het beste kopen? Ja, zeker wat betreft de cadeautjes. Natuurlijk een hele drukke week, zo vlak voor kerst. Heel veel mensen gaan natuurlijk naar de winkel. Hoe je dat kan oplossen is dat er al steeds meer wordt gekocht via internet. Dus je kunt ook heel veel cadeautjes kopen via het internet. Het blijkt dat sinds vorig jaar dat met 1/3 is gestegen. En dat zo'n 10% van de mensen tegenwoordig koopt via internet om al die kerststress in de winkels maar te voorkomen. Wat een groei, hè? Ja, dat is enorm. Ja. Ja. Maar toch, als je toch nog maar slechts 10%, dus er kan nog wel wat bij. Maar goed, dan had je eigenlijk ook al wel wat eerder moeten zijn. Hè? Dus dat is een goede tip voor volgend jaar. Ook een tip voor volgend jaar zou zijn dat je al gedurende het jaar al de cadeautjes in gaat kopen. Hè? Dat je al tijdens de uitverkoop kunt kijken van wat zijn nou leuke dingen voor volgend jaar om met kerst cadeau te geven. En ja, we hebben natuurlijk ook al heel veel spullen. Dus hoe zorg je nou voor een leuk cadeau voor iemand die alles al heeft? Dat is ook een belangrijke tip. Dat is door bijvoorbeeld een ervaringscadeau te geven. Zodat je iets geeft wat een leuke ervaring kan geven. Bijvoorbeeld een weekendje weg of een dagje sauna. Maar het kan ook heel simpel iets zijn als bijvoorbeeld 2 treinkaartjes in een envelop met een leuke kaart erbij en wat geld voor kopje taart en van een kopje koffie en taart erbij. Ja. En daarna dat je naar een leuk stadje op bezoek kan gaan. Ja, leuk idee. Ja, en verder een rommelvrij cadeau is natuurlijk dat je een abonnement kan geven. Of moet ik even spieken. Bijvoorbeeld een tijdschrift. Een abonnement op een tijdschrift vinden mensen ook altijd leuk om te krijgen. Ja, ja. Dus dat zijn zo wat tips voor de cadeaus. Nou, ik heb natuurlijk ook nog een tip voor als je kinderen hebt. En grootouders hebben in de regel ook natuurlijk al heel veel spullen. En grootouders vinden het natuurlijk altijd leuk om een cadeautje te krijgen wat zelf gemaakt is door kleinkinderen. En wat je dan kan doen is bijvoorbeeld een kussenhoes gebruiken als basis voor een tekening met textielstiften. Of dat een zakdoek, dat vindt opa natuurlijk ook altijd leuk. Of servetten misschien voor de kerst. Of servetten is ook een idee voor de kerst. Dat kun je ook trouwens tijdens de kerstmaaltijd laten maken. En dan heb je gelijk een leuke activiteit voor de kinderen tijdens de kerst. Ja. En zeker ook het kerstdiner, dat is ook altijd een grote stressfactor. Hè. Mensen hebben ineens dat ze heel veel gangen gaan maken, terwijl ze misschien helemaal niet gewend zijn om zo uitgebreid te koken. En wat je dan als tip mee kan nemen is dat je regelt dat van tevoren al heel veel zaken klaar zijn. Zodat je ook de bijgerechtjes van tevoren al kunt voorbereiden. Dat je dat ook niet al te ingewikkeld maakt voor jezelf. Een andere tip, maar dat is ook iets eigenlijk meer voor volgend jaar, is dat je met elkaar afspreekt van, goh, laten we een kerstbuffet maken. Dat je dan allemaal iets bijdraagt en dat je dan niet alleen maar zelf de hele dag zwetend in de keuken doorbrengt, maar dat je dat gewoon met elkaar deelt. Dus iedereen neemt wat mee? Ja, natuurlijk. En iedereen vindt het ook leuk om iets klaar te maken als bijdrage. Want het gaat natuurlijk om het gezellige samen zijn. Precies, ja. Je moet niet vergeten, daar gaat het om. Precies. Je hebt hier ook al van kerstkaarten liggen. Ja, dat is natuurlijk al een beetje ouderwets. Hè. Tegenwoordig is de e-card natuurlijk veel gangbaarder, zeker bij de jongere generatie. Maar goed, de oudere generatie vindt het toch nog prettig om een handgeschreven kaart te ontvangen. Dus mocht het zo zijn dat je ervoor kiest om uit milieuoverwegingen, want je bespaart natuurlijk het milieu als je geen kerstkaarten stuurt, of uit geldprincipes, dat je zegt van nou, ik ga volgend jaar een bedrag storten aan een goed doel. Dat je dan toch de oudere garde niet vergeet en daar toch nog een handgeschreven kaart naartoe stuurt. Maar je kan natuurlijk al overstappen op een e-card. Wat ook een goede tip is, ik heb hier wel een aantal kaarten meegenomen. Sommige zijn al voorgedrukt, hè. Die hebben dan al een kerstboodschap erin staan. Of alleen prettige feestdagen. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon blanco kaarten kopen. Dat als je ze dan na de kerst nog schrijft, dat je dan alleen maar een nieuwjaarsboodschap erop vermeldt. Ja. Dat scheelt natuurlijk ook weer, want ja, je hebt het natuurlijk ontzettend druk. En ik weet niet of je er dan nog aan toe komt om die kerstkaarten voor de kerst nog de deur uit te werken. Weet je ook hoeveel procent van de mensen nog kerstkaarten verstuurt? Nee, dat weet ik niet. Nee, dat is gaan opzoeken. Dat laten we dat een keer opzoeken, is goed. Okay. Hey, dankjewel Diana. Graag gedaan. En een hele fijne kerst. En ik hoop dat de mensen met deze tips ook stressvrij, zeker ontspannen, de kerst ingaan. Oké, dankjewel. Wij hebben natuurlijk nog een kapsel, wat als het goed is helemaal klaar is. We gaan eventjes naar Nathalie terug. Nathalie. Ja, het is klaar. Wauw. Ja, dankjewel. Wat ik eigenlijk nu wil, dit is dus het eindresultaat. Maar het mooiste is natuurlijk, ik wil Floor eigenlijk even andersom zetten. En dan wil ik eigenlijk uithalen om te laten zien wat ik nou eigenlijk gedaan heb. Want het is heel vaak dat je denkt van ja, het is hartstikke leuk zo'n kapsel. Maar jammer dat we het niet gezien hebben. En hoe heeft ze het nou eigenlijk gedaan? Dus Floor, we gaan heel even omdraaien. Ja, dankjewel. Nou, nog heel even de laatste blik, hè. ik heb hem dus, zoals je hem nu ziet, heb ik hem in 2 fases vastgemaakt. Ik heb hier een fase en de bovenkant.
Ik ga de bovenkant, de lok, heb ik gewoon lekker een beetje gedoupeerd tegengekamd. Daar ga ik ooit nog een keer op terugkomen, want dat is best een heel veel gebruikt iets. Ik heb hier één schuifje gebruikt. Het schuifje heb ik opengemaakt. Die heb ik een beetje, wat ook een beetje tip is dat je hem een beetje zo scruncht. Dus eigenlijk vorm je hem met de handen. Wat ik gedaan heb, is ik heb hem eigenlijk rondgedraaid. En ik heb hem een beetje, wat je ook gewoon boven je hoofd kan doen, rondgedraaid. En van daaruit heb ik hem heel ietsjes getoupeerd. Dus dat is ook je basis voor je schuifje, want anders glijdt het er inderdaad heel vaak uit. Vervolgens heb ik hem dus een beetje rondgedraaid, een beetje gescrunched. En van daaruit steek ik hem erin vast. En dan is het nog een kwestie van een beetje uittrekken en een beetje rommelen. En je toupage is dus echt je basis. Dus als je hem toupeert aan de hoofdhuid. En dat is één gedeelte. Hier heb ik dus wat een drietal klemmetjes gebruikt. En een schuifje. Maar dat was ook vooral om dit plukje even vast te zetten. Hier heb ik dus mijn elastiek. Ja, is een staartje gemaakt. Mijn staart gemaakt. Ook hier heb ik een beetje, je kan hem nog een klein beetje tegenkammen, een beetje touperen om ietsjes wilder te krijgen. Maar je hebt dus hier een hele goede basis om je schuifje in vast te steken. En hier ook, dus op het moment dat je hier een schuifje in steekt, dan blijft hij dus ook echt zitten. En deze kant, twee schuifjes. Ook hier dus een staart. Iets tegengekamd, rondgedraaid, een beetje losgetrokken. En vervolgens zet je hem dan, hetzij met een klemmetje, hetzij met een schuifje, steek je hem hier vast. Deze kant ook. Op die manier camoufleer je ook een klein beetje de scheidingjes. En dat is eigenlijk mijn basis. Ik ga thuis meteen oefenen. Ik hoop dat ik dat zelf ook kan. Ja. Nou, laat het me weten. Ik vind het leuk als het gelukt is. Ik hou je eraan. Oké. Okay. Hey, dankjewel, Nathalie. Ja, ja, we gaan nog terug naar de keukentafel. Volgens mij zijn we bijna het einde van ons programma gekomen, Gerbrand. Nou, het rare is, we zijn fors over het einde van het programma. Wat? U zult het niet geloven, maar we zijn ongelooflijk uitgelopen. Maar dat kan. Het kan. En ik vind het niet vervelend. Ik wil iedereen graag ongelooflijk hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. Rob van Steen, directeur van de Hanshof. Simon Schuurman, Graafschap Dierenartsen. Paul van Schaik van elektrowarenhuis.nl met een K dan. Elektro met een K.nl. Nick Megens van de Stentor. Paul Scholten die al de pleitrik heeft gemaakt. Die denkt van bekijk het maar met je, ik heb genoeg gepureerd. De top hobbykok. Diana Pol, de professional organizer. En Nathalie Pot. En zij is van de hoofdzaak in Brummen. En natuurlijk het model Floor. Ingrid, dankjewel. Ja, jij ook. En bedankt, tot de volgende keer. Oké. En u ook. Fijne kerst. Tot ziens. Dag.